Regels en rechten, deel 2. Een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik en willekeur door de overheid. Dit betekent dat burgers rechten hebben, maar ook plichten. De kenmerken van een rechtsstaat zijn de volgende. Er zijn burgerrechten, grondrechten, rechtshandhaving en rechtsbescherming, er is een parlementaire democratie, scheiding van de machten en een onafhankelijke rechtspraak. Maar wat bedoelen we hier nu precies mee? Burgerrechten. Burgerrechten betekent dat de overheid is gebonden aan de wet. Ze mogen dus niet zomaar iets veranderen of iets doen. Grondrechten. Grondrechten zijn de belangrijkste rechten. Deze kun je vinden in de grondwet. Enkele voorbeelden van grondrechten zijn kiesrecht, vrijheid van pers, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs en recht op gelijke behandeling. Maar je hebt ook plichten, zoals belasting betalen, de leerplicht en iedereen moet zich aan de wet houden. Rechtshandhaving en rechtsbescherming. Bij rechtshandhaving gaat het om het handhaven van de wet, dus controleren of mensen zich wel aan de regels houden. Deze controle wordt vaak uitgevoerd door de politie, maar kan ook worden uitgevoerd door ambtenaren. Bij rechtsbescherming gaat het juist om het beschermen van de rechten van burgers. Dus stel je bent verdachte van een misdrijf, dan heb je recht op een advocaat en recht op een eerlijk proces. Als het gaat over terrorisme, willen rechtshandhaving en rechtsbescherming nog wel eens in botsing komen met elkaar. Een parlementaire democratie. Je hebt als burger in een parlementaire democratie het recht om te stemmen. Dit mag je doorgaans 1 keer in de 4 jaar doen. Als je gaat stemmen, dan kies je een volksvertegenwoordiging, zoals bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Zij maken dan namens de burgers allerlei wetten en regels. Vind je nou dat deze groep mensen in de Tweede Kamer het niet goed doet, dan kun je bij de volgende verkiezingen op een andere partij stemmen. Op die manier heb je als burger invloed op hoe jij bestuurd wordt. Scheiding van machten. Een kenmerk in een democratie is dat de verschillende politieke machten gescheiden zijn. Je hebt de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. De scheiding van machten noemen we ook wel trias politica. De wetgevende macht bestaat uit de regering en de Staten-Generaal, terwijl de uitvoerende macht bestaat uit de regering en allerlei ambtenaren, zoals bijvoorbeeld ook de politie. Belangrijk bij de scheiding van machten is dat de rechterlijke macht onafhankelijk is. Zo kun je altijd een onpartijdig oordeel krijgen als er een conflict is tussen burgers en overheid.